GoPro, start recording! Ja, hij doet het! Welkom bij een nieuwe Ribberibie. En het was zo'n succes vorige week dat ze gewoon weer mee mag. Hannelore en Hannelore vlogt zelf ook vandaag. Hartstikke leuk. Hannelore. Zit je nou door een vlog heen te doen? Ja, ik doe er gewoon heen doorheen beppen. Nou, bedankt. Alsjeblieft. Zo, nou, ik zeg alle hoeken van die route laten ja, zien. Ja, absoluut. Huppatee. We hebben al net de route gereden, alleen wat het begin nog niet opgenomen. Maar ga maar gewoon kijken en dan zie je er gewoon de rest wel. Kijken dus. Gas erop. Hannelore die vlogt voor het televisieprogramma Bright en het wordt uitgezonden op RTLZ. En vandaag test ze de Sigma fietscomputer. Nou, dit is hem jongens. De Sigma ROX 11 GPS. Een van de eerste GPS computers van Sigma. Ik vind hem best mooi. Ja, alleen hij klinkt als een Tamagotchi. Ja. Jij had even zin om modder te happen, Reiki. Dan heb je nog zulke dikke banden. Ja, inderdaad. Hoe kan dat? We kunnen weer verder. Hannelore, start climbing. Hoppa, juist. Even omhoog, goed. Ja, oh, te zwaar. Nee, het gaat lukken. Kom, kom, kom. Als je hem hier hebt, dan heb je hem. Ja, ja, ja. Oh, je kan nog lichter. Ik kan eigenlijk lichter. Ja, je kan nog lichter. Ik zou het nog een keer proberen. Ik ga nog proberen. Maar je gaat best goed. Oké, je mag je geld inzetten dus nu op Hannelore. Wordt het A, tot zover ze net kwam, wordt het B... valpartij in het begin, waardoor we straks de ambulance moeten bellen. Of wordt het C? Ze gaat het gewoon halen. We gaan voor C, jongens. Ik denk C. B zou wel mooi zijn voor de plaats. Ja, absoluut. Zeker. Ja, en voor het verhaal ook. Ja, ja, absoluut. Doe ik best. Dat kan wel gelijk de laatste aflevering van Bright voor mij, denk ik. Kijk, komt ze. Vol snelheid inderdaad. Hup. Ze schakelt lichter nu, huppatee, over de boogstrook heen. Jawel, 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 come on. En ze heeft nog een paar tandjes, kan ze lichter. Ze gaat halen. Het wordt C. Ja, 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 als je daar voorbij bent, dan heb je trappen, trappen. Halen. Ja, hup. Jawel. Ja. Alle mensen dus die op C, de winnaars. Box, hebben ze. Goed man, zie je? Kan het wel. Even kijken wat we gedaan hebben hoor. 16 kilometer. Hoe vind je hem tot nu toe? Ja, eigenlijk wel vrij handig in gebruik. Batterijniveau is echt, Ja, maar je hebt gisteren ook al gefietst? Gisteren 6 uur aangehad. 6, 7 uur, 3 uur gefietst. En natuurlijk een beetje te testen en zo. Ja. En toen keek ik s'avonds en toen was het, had hij nog 75%. Ja, dat red ik met deze niet hoor. Nee. Vind je hem overzichtelijk? Kijk je daarna als je aan het fietsen bent? Ik heb er eerlijk gezegd niet heel naar gekeken. Nee, hè? Nee. Hoe komt dat? Ja, omdat ik toen niet aan het lullen ben. Eigenlijk op Hannelore. Bright V, hè? Ja. Bright V. Leg even uit voor de mensen die het niet kennen, Bright. Een programma over gadgets, innovatie, technologie. Eigenlijk alles wat met de nieuwste spullen te maken hebben. Het is eigenlijk best wel een mannenprogramma.
Weet je wel, ja. Weet je wel, hè? Ja, het is wel een beetje een mannenprogramma, absoluut. En het is ook wel een beetje voor de, ja, voor de leuke nerd eigenlijk. Ja. Jij hebt lange tijd de fit girl heb je gedaan, ja, achter de camera. Maar nu ben jij de fit girl, hè? Ja, daarom moeten we zorgen dat ik er goed op kom te staan. Nee, die modderplekjes zien er allemaal prima uit, Hannelore. Kom allemaal goed. Ja, ik ben geen meisje, dus dat zal ik nooit worden. Maar, nee. Heel goed, dat moet je ook zo houden. Nee, het was nu wel tijd. Ik had nu 15, 16 afleveringen achter de camera gedaan. Ja. En allemaal hele mooie vrouwen die allemaal heel gespierd zijn. Heel, heel fanatiek zijn in de sport. Ja. Maar ik ben een fanatieke sporter, dus ik dacht, nou, waarom ga ik ze niet zelf testen? Ja, dit is de eerste. Wat krijg je nog allemaal? De hammerhead komt eraan. Ja. Die ga ik toch wel denk ik uitproberen in Ardennen of zo. Of in ieder geval ergens in het buitenland. Dat je echt ook geen GPS of geen telefoon hebt. Ja, jij kan hem hier ook gebruiken hoor. We hebben hier al een paar keer gefietst. Ze weten weg nog niet. Maar gek niet. We toeslaan wel eens een keer. Je zou gewoon in het normale leven ook zo'n hammerheadje mogen hebben. Dat zou ik best mogen. Nou, op zondagmorgen heb ik af en toe best een hammerhead. Oh, heerlijk. Het item van Hannelore is maandag 9 januari te zien om 10 uur bij Bright TV. Dit was weer Riebe de Bie. Je weet het, als je dit leuk vindt, een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren, want die 1000 komt eraan. Ja. Ik zeg tot de volgende keer. Ik pak ook nog even mijn GoPro. Is goed? Te filmen. Ja, wij... Dus gewoon geen moment dat ik niet gefilmd word. Nee, gewoon altijd. Dus jij bent gewend. Ja.